Hallo, ik ben Sietske en samen met, ik ga u daar iets over vertellen, over de Sinterbaasactie. Samen met zo'n 200 andere mensen ben ik lid van Navigator Studentenvereniging Ede. En wij vinden het heel erg belangrijk om in onze studententijd te genieten, ons geloof te verdiepen, maar ook willen we ons ontwikkelen in het omzien naar de mensen om ons heen. Omdat we geloven dat dat belangrijk is. En ik heb het afgelopen jaar gemerkt dat dat soms best nog wel lastig kan zijn. Misschien herkennen jullie het wel, maar studenten hebben in ieder geval altijd volle agenda's en veel feestjes, veel borrels. Af en toe zit er ook nog een studie bij. Misschien herkennen jullie het wel, druk met werk of andere dingen. En veel studenten geven ook aan, hey, we zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op een structureel project dat we kunnen gaan doen. Dus toen werd aan ons de taak gegeven om iets creatiefs te bedenken. Nou, wij zijn aan de slag en we hebben veel creatieve dingen bedacht. En dit is er één zo'n actie van. De Sinterbaasactie. Samen met de 12 studenten zijn wij samengekomen om te gaan eten. En daarna hebben we ons getransformeerd van normale studenten naar Pieten en zelfs twee Sinterklaasen. Dat was heel erg leuk om te doen. Om in de eerste instantie om ons te verkleden. Maar ook om bij die gezinnen langs te gaan. Want we zijn met 12 studenten bij gezinnen langs geweest. Die zelf niet zoveel geld hadden. Dus die niet zulke grote cadeaus konden kopen. En die ook geen Sinterklaas of Pieten konden inhuren. En er zijn ook een paar studenten naar Cerelo toe geweest. Om daar de cliënt een beetje blij te maken. Zelf ben ik naar een aantal gezinnen toe geweest. Waar dus ouders geen dure cadeaus konden betalen. Maar ik vond het heel erg leuk om te zien dat wanneer wij daar kwamen, dat we toch een beetje extra's voor die kinderen konden geven. Dat we toch hun een leuke Sinterklaas konden geven. We zagen dat kinderen genoten wanneer ze bij ons op schoot mochten zitten. Wanneer we vertelden dat Sinterklaas wel had gezien dat ze heel goed hun best op school deden. Of wanneer we andere dingen deden. We zagen gewoon dat kinderen een beetje tot bloei kwamen. En dat was heel erg leuk. We konden geen dure cadeaus geven, want ja, wij zijn ook studenten. Dus we hebben wat pepernoten gekocht en uitgedeeld. Maar we mochten die avond heel even zelf een cadeau zijn. En dat was voor ons allemaal nieuw en bijzonder. Nou, natuurlijk zijn we studenten, dus sloten we de avond goed af. We zijn naar onze vaste kroeg geweest om daar even met pepernoten te gooien. En naar studentenhuizen geweest om heel veel rotzooi achter te laten. Misschien weet Jonathan dat ook nog wel, die zit daar. Maar goed, dat was heel erg leuk. En eigenlijk ben ik erachter gekomen dat wij Sinterklaas altijd vieren als een private party. Beetje ons feest, gezellig, samen loodje trekken, bij elkaar zitten. En dit jaar besloten we om het feest een keer anders te vieren. Om het te vieren als een feest waarop iedereen welkom is. En dat was voor de andere mensen leuker, maar ook voor onszelf. Een student noemde zelfs dat dit het leukste Sinterklaasfeest was die ze ooit had meegemaakt. Het beste Sinterklaasfeest. En dat vond ik mooi om te zien. Dat ik probeer mijn leven een beetje zo in te vullen als feest waarop iedereen welkom is. Een soort gastvrij feest. En dat is soms best wel lastig. Maar ik heb geleerd dat op deze manier Sinterklaas vieren daar misschien wel aan bijdraagt. En ik wilde proberen om in te groeien. Wat we nodig hebben zijn jute zakken, een paar pepernoten, Sinterklaas pakken zoals jullie misschien zo net al voorbij zagen komen. Maar wij zijn gelukkig in de mogelijkheid om dat zelf te betalen als dat nodig is. En met datgene wat wij hebben en wat wij ons kunnen veroorloven, willen we graag iets betekenen voor de mensen om ons heen. APPLAUS.